What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Yes, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner. Niet zomaar een aflevering. Nee. Nee, een short review van, yes, van? De nieuwe film Super Mario Bros. Puntje Movie. Ja, ja. Waarom, waarom een puntje aan het einde? Bros, ja, Brothers. Afkorting. Ja, afkorting. Van Brothers. Oké, okay. Ja. Nee, dat zal wel zijn. Maar als je dan zo kijkt, hè, Super Mario Brothers is het oorspronkelijk. Ja. Maar heette ze dan Mario met achternaam? Ja, hij heet met achternaam ook Mario. Klopt, ik zag het, ik zag het ook. Ik heb een beetje dingen Nee, maar ik denk, het is ooit ontstaan als Mario. En dan ja. Luigi is er volgens mij later bijgekomen. Net als Waluigi en die andere. Ja, klopt. Wist je trouwens karakters. Dat Waluigi... Heel veel mensen denken, nou, dan hebben ze gewoon bijvoorbeeld Wario. Dan hebben ze gewoon die M, hebben ze omgedraaid, hebben ze Wario van gemaakt. Ja. Maar dat is helemaal niet zo, want het is een Japans woord wat staat voor slecht. Hebben ze gemixt met Mario. En ja, dan krijg je Wario natuurlijk. Maar ze hebben ook op een gegeven moment dat woord, dat slecht, in het Japans, het lijkt ook heel veel op Wario. Dus het is eigenlijk een fusion tussen het woord en Mario. Dit doe je gewoon zo uit je bol. Die heb je niet opgezocht. Nee. Nee, oké. Okay. Nee, maar laten we beginnen, man. Yes. Want we zijn naar Mario gegaan in de bioscoop. Klopt. En klopt. Ja, Mario, waar gaat het over? Standaard Mario-verhaal eigenlijk. Mario-verhaallijn Princess is betrokken. Altijd zo simpel, zo makkelijk. De makers van Mario hebben nooit te moeilijk gedaan. Nooit te uitgebreid. Het is gewoon heel simpel. Prinses wordt ontvoerd door Bowser. Mario en Luigi gaan naar het. Nou ja, de prinses wordt niet per se ontvoerd nu, hè, in de film. Ja, in de film niet. Nee, maar het is wel inderdaad dat Bowser de villain is en dat Mario superheld is. Klopt. En Luigi is weer bangerik. En Princess Peach is standaard weer betrokken in een liefdesverhaal tussen Mario en Peach. Nou ja, de film begint eigenlijk gewoon in de reguliere wereld. Klopt. Waarbij ze gewoon, je hebt de t-shirt destijds gezien tijdens de Super Bowl. De yes, advertentie. Inderdaad. Nou, ze zijn gewoon plumbers. Zoeken zaken, dit en dat. En willen ze Brooklyn helpen. Belanden ze in de sewers. Ja, en zo dat... raken ze in een nieuwe dimensie in de paddenstoelenwereld. En Luigi, die belandt in de... In de duistere wereld. Duistere wereld, van inderdaad. Browser. Van Browser. En die wordt ook gelijk gevangen genomen. Ja, en dan is het aan Mario om Luigi te redden. Ondertussen wordt hij verliefd op Peach. Browser die wil ook heel graag Peach, met Peach trouwen. Nou, je ziet in de film niet echt dat hij echt verliefd wordt. Je ziet niet... Wat bedoel je daarmee? Ja, dat hij echt denkt van... Oh, ik moet haar hebben of zo, weet je wel. Hij wil je trouwen. Heel veel... Volgens mij zegt dat al best wel veel, toch? Als je wilt trouwen met iemand. Ja, oké, okay, dat wel. Maar je ziet niet steeds van die romantische scènes. Weet je wel? Het is en blijft gewoon Mario. Een kinderfilm is het eigenlijk. Ja, en dat was ook zeker waar. We waren volgens mij een van de ouderen daar. Maar wij waren ook wat later gegaan. Ik denk dat de piek al geweest was. Nou, box-office cijfers waren al bekendgemaakt dat ze volgens mij 300 mensen hadden aangetekend. 5 april was die uit. We waren de 9 of zoiets geweest, de 8. Ja, of zo. Dat klopt. Maar wat had je van de film verwacht? En ja... Hoe heeft het uitgepakt voor jou? Ik moet zo zeggen, wat ik heb verwacht en wat het heeft uitgepakt is wel hetzelfde. Want ik speel Mario al jaren en het is namelijk zo bij Mario, het is een heel basic storyline. Wat ik altijd al heb gezegd. Ja. Nou, ik heb voordat we naar de film gingen, heb ik wel natuurlijk naar de trailer gekeken en ik kwam de oude Mario movie tegen. Oh ja, die uit 99 of zoiets. Ja. Heb je die wel eens gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Maar ik heb wel heel veel voorbij zien komen. Ik keek de trailer. En echt, ik zweer het je. Ik heb volgens mij de trailer voor het hal gekeken. Ik denk, als dit zoiets gaat worden... Ja. Nee. Nee, maar dat, je zag gelijk al dat het wat anders was. Klopt. Maar zoals ik zeg, ik had van de film... had ik ook wel verwacht dat er sommige fragmenten uit games terugkwamen. En je zag ook op een gegeven moment... Dan haasten ze zich naar de eerste klus. Mm-hmm. Dan gaan ze op een gegeven moment vanaf de zijkant kijken en dan zie je Mario en Luigi door die obstakels heen gaan. Ja. En dan Mario heeft dan weer de leiding en die helpt Luigi dan overal weer door. Ja. En gewoon dat soort dingen zie je. Je ziet eigenlijk in iedere scène zie je wel toch dingen van de game terug. Ja. Nou, ik had eigenlijk wat ik had verwacht is een beetje uitgekomen. Ik had
standaard verhaal verwacht. Het verhaal was ook niet zo, zo super sterk of zo. Ja. Maar wat ik wel had verwacht is gewoon dat de nostalgie kon herbeleven. Ja, dat wel. Ik had een paar puntjes had ik opgeschreven. Nou, wat zie je in de film? De groene schildpad, die bounce, weet je wel, bij die wedding scene, dat hij zo slaat en zo. Dun, 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 dun. Ja, klopt. Blauwe mushrooms, groene of rode mushrooms. 2D-wereld waar je het over had. Ja, inderdaad. Maker. Platen die zo schuiven en zo, weet ja, je wel. Klopt. Omhoog, omlaag, maar ook, heen en weer. Wat mij ook opviel is, toen Mario naar Princess Peach wou, naar het kasteel, moest hij weer door zoveel obstakels en door die buizen. En hij faalde weer. En hij faalde. Dat is gewoon dat ene stukje, weet je wel. Dat je de meest simpele levels, die deed je gewoon 5-6 keer opnieuw. Ja. Om gewoon bij dat kasteel te kunnen komen. Ja, ja, het is eigenlijk gewoon de standaard Mario game is dan eigenlijk gefilmd. Maar wat ik wel leuk vond is, dat heb ik in het begin zag ik blauwe karakters. Ik was voor mij even onduidelijk wie dat was. Blauwe karakters? Ja, dat waren dan de Penguins uit Mario 64. Dat is wel leuk om die een keertje terug klopt, te zien. Klopt. Want die hebben we voor laatst gezien bij Mario 64. Nee. Wanneer nog meer dan? Je hebt een spel, Mario Brothers Deluxe 2 is dat volgens mij. Oh ja, maar die heb ik niet gespeeld. Die heb je op de Wii en daar heb je ook een level met al die penguins. Maar is dat niet gewoon 64 remake of zo dan? Nee, het is echt de Mario Brothers. Okay. Weet je wel, nou ja. Echt die, dat je vanaf de zijkant meekijkt. En dan kon je zelf ook een penguin worden. Had je ook een penguin power-up trouwens. Ja, ik had voor het laatst een Mario 64 gezien. Dus ik had... was een tijdje geleden, dus ik moest even kijken wie dat ook weer was. Ja, voor de rest ken je ze wel, weet je wel. Die Toad en die noem het maar op. Even over de stemmen van de film. Want... in het begin was een beetje de vraag van wie is de stem. Toen kwam naar buiten dat Chris Pratt uiteindelijk stem zal inspreken. Ja, van Mario. Van Mario. Hij zelf zei van, ik beloof jullie dat ik jullie jeugd niet zal verpesten. Klopt. En daar geef ik hem overigens zo gelijk in. Ik had niet te veel verwachtingen inderdaad van zijn stem. Ja, hij heeft het wel goed gedaan. Hij heeft het goed gedaan, was niet storend. Ja, ik denk dat ze dan toch die dat ze die wel van de originele Mario hebben gepakt. En dat ze gewoon de dialogen met hem hebben opgenomen. Maar wat vond je van de stem van Luigi? Was ook gewoon prima. Was niet echt bijzonder of zo. Niet denderend, maar ik vind wel dat hij het goed gedaan heeft. Ja, en Joy Taylor, die kunnen we kennen van Queen's Gambit, die deed dan Peach inspreken. Ja, klopt. Die wisten we allemaal wel, maar we zaten halverwege de film we te kijken. Ik heb niet opgezocht wie Bowser was. We hoorden op een gegeven moment we hoorden hem zingen. En toen had ik wel, is dat misschien die? ging ik kijken, was inderdaad Jack Black. En nog Donkey leuker Kong? was Donkey Kong. Ja, is... Want op een gegeven moment is hij in de Battle Arena en ook bij Donkey Kong had ik nog niet opgezocht wie het was. En dan hoor je in één keer... en dan is dat gelijk al duidelijk van, dat Seth Rogen is. Inderdaad. Dus dat. Nogmaals, Chris Pratt was niet echt storend. Begin hadden we wel hadden verwacht. Nog verder. Wist jij trouwens, Mario was in het begin... Werd het als Jumpman was het. Hoe bedoel je Jumpman? Mario, zijn officiële naam in het begin, toen het uitkwam in Japan, okay. Was als was Jumpman. sorry. Stik bijna. Ja, standaard hè. Ik moet iedere aflevering stikken een keer. Oh ja, dat maar, is een dingetje geworden. Ja. En toen op een gegeven moment, Mario die kwam naar Amerika en er zat Nintendo US. Ja. Die zat toen te discussiëren van, we moeten een betere pakkende naam hebben. Ja. Toen werden ze lastiggevallen door de verhuurder van het pand. Oké. Weet je wat die man heet? Hoe die heet? Nou? Mario. Oh ja. Ja. Dus op een gegeven moment... Ik had het wel verwacht, maar ik vraag het gewoon voor en Mario was ook oorspronkelijk geen loodgieter, maar een timmerman. Ja, het is een beetje te vergelijken met elkaar, toch? Ja, in het begin was het een timmerman, maar uiteindelijk is hij gewoon verder gegaan als loodgieter. Ja. Wow. Hey, wat vond je nice eigenlijk aan de film? Elementen waarvan je denkt, van, dit was echt nice gedaan. Wat ik echt vet vond, dat is gewoon dat stukje nostalgie dat bij iedere scène terugkomt. Dan gaat het over power-ups. Dat je bijna... Je ziet in iedere scène, of het is het muziekje, of de power-ups. Ja, of iets van, je herkent de kat, vos, noem het maar op. Wat ik eigenlijk vet vond, is de playlist, man. Met muziek.
ja, ik heb nog niet zo heel veel over muziek gehoord. De muziek was ook wel erg lachen. Maar ik heb, ja, dit deed me een beetje denken aan Guardians of the Galaxy. Ja, die hebben ook heel vaak. Die hebben inderdaad, je hoorde Take On Me van A-ha bijvoorbeeld. Wat hoor je nog meer? Waar was die nou? Van I Need a Hero. Nou, ja, die in ieder geval. Dat was in die laatste scène. Ja, die heb je. En Sleep Till Brooklyn in het begin bijvoorbeeld. Dat vond ik wel vet. Ja, ik hou er wel van. Een beetje 80s, 90s vibes doorheen. Ja, klopt. Maar dat heb je dus ook met Guardians of the Galaxy. En dingen heeft het ook trouwens. Daarom vind ik Guardians of the Galaxy tapes vind ik altijd goed. Ja. Part 1, part 2. Maar ook gewoon die van de game. Die is ook wel nice. In de game heb je ook gewoon weer een playlist met allemaal muziek. En dan elke keer wanneer je bijvoorbeeld die groep weer bij elkaar roept van huddle up, weet je wel. En dan hoor je weer zo'n goede oude banger. Even kijken. Laten we door, man. Wat was voor minder? Minder? Het verhaal. Ja, het verhaal inderdaad. Het is gewoon het standaard Mario verhaaltje eigenlijk. Ja, één element vond ik wel nice. Het speelt zich wel af in een beetje die Odyssey setting in het begin. Ja. Mario Odyssey, gewoon een reguliere wereld en dan dat ze dan hoppen van dimensie. Dat vond ik wel nice. Raar vond ik het einde, dat ze met zo'n bom weer in één keer terug zijn in de normale wereld. En dat ze daar die strijd uitvechten. Kreeg ik een beetje Creed vibes van, weet je wel, in slow-mo en zo. Denk ik, met een bom terug naar de normale tijd. Ja. Ja, dat snap ik. Ik had eigenlijk wel de manier, op laatst gaan ze dan met Bowser vechten. Ja. En daar had ik eigenlijk ook wel verwacht dat het gewoon zoals typisch in de normale games, dat hij dan over hem heen springt, dat hij hem in lava laat vallen ergens. Ja. Dat had ik wel verwacht. Ik had nog een ander dingetje, man. En er is? Niet per se aan het einde toe, maar een beetje tegen het einde aan. Begon de kartscène. Dat deed me bijzonder veel denken aan The Fast and the Furious. Ik dacht bij mezelf, ja, dit heb ik wel genoeg gezien. We hebben al 9 delen de Fast and Furious gehad. De 10 zit eraan te komen. Ik hoef dit niet nog een keer te zien, alleen dan in animatievorm. Maar ik had echt wel de Fast and the Furious vibes met gewoon vliegende karts en raketten achterop en elkaar afschieten en jij hebt geen afbeuken. Jij hebt geen Mario Kart Deluxe 8 gespeeld, of wel? Nee, ik heb al die oudere Mario's gespeeld, maar op de Switch heb ik nu volgens mij alleen Odyssey en Luigi's Mansion gespeeld. Die anderen die hadden niet zoveel Want die scène met die kart, dat is echt van Mario Kart Deluxe. Ja, nee, maar dat herken je ook van andere Mario Kart. Maar het is een beetje een geinig, toch? Aanpassen, het is gewoon, inderdaad. Het is gewoon een beetje geinig. Het is gewoon die setting die leek echt gewoon te veel op de Fast and the Furious. Ja, dat wel. Op een gegeven moment weet je wel die hele band en die games erachteraan, weet je. Klopt. Maar het is ook wel mooi, hè, dat je die legendarische baan van Mario Kart in één keer terugziet. Ja, en gewoon, dan ook met het, hoe noem je dat, met die korte routes wat je kon nemen daar. Ja, je hebt altijd die shortcuts. Daar rij je op die bovenste baan en dan kon je op een gegeven moment gewoon voor die baan afrijden. Dan kwam je in één keer op die onderste en dan kon je een heel stuk overstaan. Ja. Hey, laten we afronden. Conclusie voor deze film? Conclusie? Ik vond hem leuk, maar niet waard om hem in de bioscoop te kijken. Nee, ik vind hem wel leuk. Veel nostalgie. Ja. Ik vond het wel waard om in de bioscoop te kijken. Misschien moesten we niet naar de VU. Van een wat kleinere scherm was het. Maar het is niet anders. Ik heb Pathé heb ik liever. Ja. het was gewoon een prima film eigenlijk. Qua verhaal was het minder. Nostalgie was leuk. Ik denk dat heel veel mensen met ons eens zijn. Aangezien ze box office al 300 plus hebben in de eerste 5 dagen. Ja, man. Dat is echt bizar. Ik zag het. Dat is echt dat is mooie cijfers. Hè, mooie cijfers inderdaad. Rating, man. Wat zou je Super Mario qua rating willen geven? Rating? 5 stars van. Van de 5 sterren? Ik geef het op verhaal. Nou, een verhaal is een minpuntje. Maar voor de rest geef ik het 4 sterren, man. 4 sterren? Ja, man. Ja, ik had eigenlijk 3,5 sterren. De nostalgie zou ik gewoon 4 willen geven. En het verhaal zelf een 3. Dus dat is wel een standaard Mario verhaal. En dan middenin. Daar zit ik middenin een beetje 3,5, 3. Maar we moeten een streep trekken. Wat voor cijfer geven we samen aan Mario? 4,75. Nee. Hoe ga je omhoog? Sorry, ik zeg 3,5. 3,75. Nee. Zeg maar, 3,5 of 4? Kijk de jury aan. Je moet de jury niet aankijken. Nee. Ik vraag aan jou, wat voor oordeel geef je Mario? Wat voor oordeel geven 4. Wij? 4? Ik zeg 4 dat sterren. We 4 moeten geven. Nou, wij geven Mario 4 sterren. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Mogen jullie vaker een recensie willen van een film, laat het ons vooral weten via direct message op Instagram @thevideocorner.
Of stuur ons op een mailtje of reageer onder een filmpje. Vergeet niet te abonneren op ons via Apple Podcasts of Spotify. YouTube ook. Sinds kort zijn we ook op YouTube. Dus abonneren. Abonneer. Belletje aan. Mis niks. Duimpje omhoog. En nogmaals, volg ons at The Video Corner op Instagram. Yes. Aka, bedankt voor je aanwezigheid. Ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot volgende keer, jongens. Joejoe. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Wil je adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.